We hebben nu Frans Biekman. Frans is politicoloog, onderzoeker, publicist. En sinds gisteren, of morgen, sinds morgen. Morgen ambtenaar in Amsterdam. En hij gaat ons een en ander vertellen over Fearless Cities. Want daarvoor is hij ook adviseur bij de gemeente Amsterdam. Ja. Ik ben al sinds 1 januari officieel. Dienst, maar morgen ga ik de ambtstijd afleggen. En ik ben inderdaad strategisch adviseur van de wethouder, maar ik ben ook vooral de coördinator van een nieuw programma wat we gaan opzetten, het Fearless City programma van de gemeente Amsterdam. Dus daar wilde ik jullie wat over vertellen, over de achtergrond daarvan, hoe het zo gekomen is eigenlijk. En ook wat we gaan doen, want we moeten eigenlijk nog gaan starten. Fearless Cities, dat is eigenlijk een naam van een conferentie die 2 jaar geleden is georganiseerd in Barcelona. En dan moet ik nog even iets verder terug. Ik heb een aantal boeken geschreven, maar een van de boeken die ging over nieuwe linkse politiek in Spanje. Dus we hebben veel in Spanje rondgelopen en ook in Barcelona. We hebben bij die beweging in Barcelona betrokken geraakt. Dat heet Barcelona en Comú, in gezamenlijkheid. Barcelona en gezamenlijkheid, dat is een burgerplatform. Zijn groepen activisten uit de stad die sinds de crisis zich georganiseerd hebben. Onder andere rond huisuitzettingen, maar op heel veel terreinen. En die hebben op een gegeven moment besloten, we gaan de politiek in. En die hebben zich niet, het is geen politieke partij, wij zijn burgers die gezamenlijk aan de stad gevraagd, wat zijn de belangrijkste dingen die jullie willen gerealiseerd hebben. Via een lang proces online en door allerlei bijeenkomsten in de stad. En zijn toen, op basis daarvan hebben ze een programma gemaakt en daar hebben ze een lijst bij laten kiezen door de mensen die iedereen mocht meedoen in de stad. Vele duizenden mensen hebben meegedaan. En ze hebben de verkiezingen gewonnen en ze zijn in het stadsbestuur, Ada Colau, de leidster daarvan, is burgemeester geworden. En goed, en die hebben op een gegeven moment ook gedacht van, wij moeten dit gedachtegoed, wat ook in de rest van Spanje zijn er vergelijkbare platforms in het bestuur gekozen. We willen dit internationaal verspreiden, dus toen hebben ze de Fearless Cities conferentie georganiseerd. 700 mensen uit de hele wereld. En met allemaal vergelijkbare initiatieven, dus vanuit van Corporation Jackson in Mississippi tot Valparaiso in Chili, maar ook veel Spaanse, Italiaanse steden en bewegingen, die kwamen daar samen. Nou, dat dat gedachtegoed wat daar dan besproken werd, dat noemen ze municipalisme, dat wil zeggen meer macht naar de gemeentes. Maar ook veel meer bottom-up proberen die steden en het bestuur in die steden en het beheer te organiseren. En veel meer gezamenlijk. Hè, dat gezamenlijkheid, de commons, het gemeenschappelijke. Maar je zegt net meer macht naar de gemeentes. Bedoel je echt de gemeente of de burgerij? Nou, meer macht naar, er zitten twee kanten. Meer macht naar de gemeentes ten opzichte van nationale en Europese, internationale, mondiale overheden en machten. Ja. Dus meer proberen op stedelijk niveau, in ons geval als het om Amsterdam gaat, te kunnen regelen. En nu wordt er heel vaak afspraken gemaakt op Europees niveau, dan wel nationale wetten afgekondigd. En zij zeggen, wij willen dat veel meer toespitsen op de lokale realiteit. En dus ook meer macht hebben om onze eigen politiek hier te kunnen maken. In die zin is het meer macht naar de gemeente ten opzichte van de nationale. En tegelijkertijd proberen zij dat ook in te vullen door meer macht naar de burger daar binnen weer te brengen. Dus het is een tweetrapsraket eigenlijk. Maar ze werken dus ook internationaal samen, de gemeentes, die steden. Amsterdam wil ook meer gaan samenwerken met Barcelona, met Napels, met allerlei andere steden die hetzelfde soort gedachtegoed hebben. Om gezamenlijk, zeg maar, sterker te staan ten opzichte van de, laten we zeggen, globalisering, mondiale machten, multinationals, Airbnb, Uber, al dat soort dingen die vooral in allerlei steden spelen, waar je als één stad vaak heel weinig aan kunt doen, maar soms gezamenlijk wel meer. Dus dat is die meer macht naar de gemeente.
Maar goed, ik ben met dat idee hier naar de plaatselijke politiek gegaan. Ik heb gezegd van nou, moeten wij niet iets in die richting gaan doen. Daar is uit voortgekomen dat we een aantal bijeenkomsten hebben georganiseerd voor de verkiezingen. Met de lijsttrekkers van de drie linkse partijen die een manifest hebben uitgebracht dat ze daar inderdaad zich bij wilden aansluiten bij die beweging. En dat is de verkiezingen gewonnen, coalitie gekomen. Het is in het coalitieakkoord gezet. En nu, na een hele tijd, want daar gaat dan inderdaad heel veel tijd overheen, zoals jij weet, Mike, en jullie allemaal trouwens, maar jij verwees er net naar, is het programma begint eigenlijk. Ik heb een team, ik heb een aantal mensen die ik... En we willen het, wat we gaan doen is eigenlijk, zoals wij het nu noemen, een doe-en-denk-tank. Dus we willen allerlei ideeën uit andere steden in de wereld, of in Europa vooral, maar ook uit eigen land. Michiel, er zijn heel veel mensen die overal de best practices verzamelen. Die willen we verzamelen en die willen we ook hier toegankelijk maken. Door mensen hierheen te halen, door ze op te schrijven, door toegankelijk maken voor de mensen die in Amsterdam, in de buurten zoals jullie, met dit soort dingen bezig zijn. Dus we kunnen ontzettend veel leren van wat er in andere steden gebeurt, maar je moet het ook toespitsen. Je moet de concrete vragen die leven, denk ik, in de buurten vertalen naar een vraag en een zoektocht en die we dan in het netwerk kunnen uitzetten, internationaal en nationaal, en te kijken wat we daarmee kunnen. Dus er zijn nu al net al een paar vragen van hoe moet je welke organisatievorm moet je kiezen als je ineens geld krijgt van de gemeente? Nou ja, dat zijn concrete vragen. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met groepen uit Barcelona die hebben een soort coöperatie opgezet die nieuwe coöperaties ondersteunt. En die helpt gewoon, en die heel veel ervaring hebben verzameld van hoe kun je nou een coöperatie in specifieke omstandigheden, hoe kun je die opzetten. En daar organiseren ze trainingen omheen, workshops en nou, zo zijn er van die voorbeelden. We zijn bezig met een andere, wat ik nu heb beschreven is deels Spanje, maar er zijn ook in een beetje een andere lijn van denken is dat in de Verenigde Staten. En die zitten nu ook in Engeland, zijn ze heel actief. Staat daar bekend als het Preston model. Preston is een stad in Noord-Engeland die heel erg arm geworden is omdat ze na de industrialisatie, heel veel werkloosheid, het ging helemaal bergafwaarts. Daar is een nieuwe regering gekomen, nieuw bestuur gekomen en die hebben het Preston model ingevoerd. Dat komt erop neer dat zij heel veel werken met wat ze anchor institutions noemen. Anchor institutions, dat zijn grote instituties in de stad die verankerd zijn, die niet weg kunnen. Een ziekenhuis, een universiteit, het gemeentehuis zelf. Grote instituties die ook heel veel geld omzetten, die proberen ze zover te krijgen en deels ook verplichten ze als dat kan vanuit de gemeente, om opdrachten uit te zetten in de buurt, of in de stad zelf, in de buurt. Om zoals zij het zeggen, het geld moet niet weglekken naar de grote ketens, naar grote multinationals of naar de goedkoopste, zeg maar. Maar het moet eigenlijk zoveel mogelijk in de buurt en in de stad blijven. En daar zetten ze dan ook weer coöperaties voor op, of netwerken van coöperaties, of stichtingen en allerlei vormen worden daarvoor bedacht. Ook van de burger corporations heet, werknemers die bepaalde bedrijven, catering of schoonmaak allerlei dienstverlening die grote instituties nodig hebben. Daar worden coöperaties voor opgericht. En dat heeft ervoor gezorgd dat er in Preston staat nu bovenaan alle lijstjes van werkgelegenheid, van beter werk, van hogere inkomens voor de lagere klassen, zeg maar, die het slecht hadden. Dus dat werkt heel goed en dat is nu een voorbeeld voor heel veel andere steden en buurten in Engeland om dat ook na te gaan volgen. Er wordt nu ook gewerkt aan, het ging net over geld en financiering en geen hypotheek kunnen krijgen. wordt nagedacht over lokale publieke banken, dus om lokale banken op te zetten die,
die op andere voorwaarden financiering kunnen geven aan mensen die willen investeren in een huis of in een bedrijf of wat dan ook. Dus ook andere vormen van financiering voor wooncoöperaties, daar wordt nu in Amsterdam ook naar gekeken. Er zijn groepen mensen die willen gezamenlijk een wooncoöperatie opzetten, maar dan loop je tegen ongelooflijk veel problemen op. Omdat je kan individueel vaak wel lenen, maar niet als geheel. En je moet de overdracht en speculatiebeding, al dat soort dingen moet je meenemen in die ingewikkelde constructies. Daar wordt nu ook vanuit de gemeente in Amsterdam gekeken hoe dat het beste kan worden getackeld en ondersteund. Dus dat zijn allemaal vormen van coöperatief denken. En van vooral buurtgericht coöperatief denken, want ook in Preston gaat het niet in de hele stad, want dat is te groot. Het gaat om buurten, het geld moet niet uit de buurt extracted worden, zoals ze daar zegt, maar teruggeploegd. Circulair, je hebt circulaire economie, dat is deels afval, grondstoffen, maar je hebt ook een circulaire economie van het geld wat in een buurt omgaat, zou je terug moeten zien te ploegen, moeten zien te houden of zelfs erin stoppen. In plaats van datgene wat aan economische activiteit gebeurt, om het even plat te zeggen, naar de zakken van de aandeelhouders van grote bedrijven gaat. Dus dat is een beetje de filosofie die erachter zit. We zijn nu aan het kijken of we daar ook in die filosofie wat meer op Amsterdam toegespitste ideeën kunnen vinden. Eind dit jaar gaan we een grote conferentie organiseren rond dit thema. Op dit idee. Dus deels een internationale conferentie van 2 dagen, waarin we alle voorbeelden uit de hele wereld, maar een heleboel, proberen uit te wisselen. En deels 2 dagen een heel specifiek op Amsterdam gerichte conferentie, waarin we dat gedachtegoed en die ideeën proberen toe te passen. En daar willen we eigenlijk al naartoe werken tot december met de thematische groepen, dus die mensen. Groepen en die met huisvesting of met zorg of met allerlei thema's bezig zijn, maar ook buurtgericht. Wat kan je als buurt met dit gedachtegoed? En die conferentie moet ook voor een deel buurtgericht zijn. Ja, en dat gaan we de komende jaren dan verder uitwerken. Een van de dingen daar, ik heb het met Mike kort over gehad, hij had het net over wat wij graag zouden willen als het lukt. Of te kijken of we die conferentie hier kunnen houden. De gebouwen die daar eventueel geschikt voor zijn. Ook weer vanuit het idee dat we dit zoveel mogelijk. Het gedachtegoed wat achter de Fearless zit en achter ons programma, dat we het ook in de praktijk willen brengen. We kunnen mooie ideeën gaan verzamelen en dan in de rij gaan zitten. Maar het leek mij een heel goed idee om te kijken of we dat. Op een of andere manier dan ook hier kunnen realiseren. Met de buurt voor een deel. Of met de groepen die daar verbonden zijn. En dan moeten we er nog even verder over doordenken of dat lukt en hoe dan. Ik denk dat We Make the City, dat is al in juni, een mooie eerste proef is om te kijken of dat gaat lukken hier. Maar als het lukt, zou ik het heel leuk vinden om dat in december ook hier te doen. Met We Make the City gaan wij ook nog even verder praten of wij daar 1 of 2 of meer avonden misschien een bijdrage aan kunnen leveren. Een van de dingen wat ik begrijp, jullie willen een Pan-African dag organiseren. En toen rees het idee dat ik zou kunnen proberen, en daar ben ik al mee bezig, mensen van Corporation Jackson uit de Verenigde Staten hier naartoe te halen. Het is een groep. Ook een soort burgerplatform, zoals ik net beschreef, in Barcelona, maar die dat in de stad Jackson heeft georganiseerd. Die ook gekozen is daar, die dus het bestuur van de stad als een soort coöperatie, zeg maar, bestuurt. En die zijn heel inspirerend voor heel veel mensen in de Verenigde Staten, maar ook internationaal. En ik ga kijken, als jullie dat een leuk idee vinden in ieder geval, of ze hier naartoe kunnen komen, of iemand daar hier naartoe kan komen en dat verhaal of misschien workshops of andere soorten bijeenkomsten kan vertellen hoe het daar gaat. En
wat we hiermee zouden kunnen. Natuurlijk is de context heel anders, maar het kan toch heel inspirerend zijn en je kan er enorm van leren om te horen hoe ze dat in andere steden en andere landen aanpakken. Dus dat zijn zo een paar van die ideeën die we hebben, die we gaan uitrollen. We willen ook nog onderzoek doen de komende maanden in ieder geval, maar dat zal daarna ook nog wel doorgaan als er een opstoom is, het programma. En het lijkt mij ontzettend interessant om met de K-buurt naar in ieder geval mee te lopen in jullie proces, wat jullie allemaal aan het ontdekken zijn. Want jullie zijn natuurlijk ook wel heel lang bezig, omdat we het heel erg vanuit de praktijk ook willen aanvliegen. Ik zeg steeds, ik word ambtenaar inderdaad, of ik ben het, en ik werk voor de gemeente sinds kort, maar wij werken van buiten naar binnen. Dus er zijn heel veel ambtenaren die zijn binnen het apparaat bezig met maatregelen, beleid, subsidie, et cetera. Ik zou het noemen bastion. Ja, en dat is een probleem en daar moet ook heel veel aan gebeuren. Maar ik heb ervoor gekozen om van buiten naar binnen te werken. Dus dat bastion maar even te laten, maar meer aan de buitenkant te gaan zitten om te kijken wat ik in met de stad en met de organisaties in de stad zou kunnen doen. Goed, dat is een keuze. Maar goed, dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook wel contacten hebben in de stad en in de gemeente en in de stookraad. En dat ook altijd van nut kan zijn. We zijn onderdeel van het democratiseringsprogramma, dus al die andere maatregelen die er nu aan zitten te komen. Hè, de buurtbudget, de right to challenge, dat is natuurlijk een belangrijke, of buurtrechten. Als je, ja, dat kennen jullie denk ik, dat gaat al. Nee? Ik weet niet meer. Ja, wel van gehoord, toch? Right to challenge, dat is het idee van je krijgt het recht als buurt of als buurtorganisatie om bepaalde diensten die de gemeente verleent of waar die verantwoordelijk is, om te zeggen van wij kunnen dat beter. Heel concreet, de eerste is nu gaande, dat is een soort proef in de Slotervaart. Er heeft een groep gezegd, er is een grote ratplaag. En het lukt de gemeente niet om die ratten weg te werken, zeg maar. Die buurt heeft gezegd, wij kunnen dat beter. Geef ons dat geld, of een bepaald bedrag, hè, wat er toch al aan besteed wordt. En over een half jaar zorgen wij dat alle ratten hier weg zijn. Als het niet zo is, krijg je geld terug, of krijg je de helft terug. Zoiets is gewoon een afspraak. Dat is gewoon, en dat recht dat wordt nu vergroot, de right to challenge, het recht om met een eigen alternatief te komen. En dat kan dus alles in principe zijn. Vuil ophalen, groen misschien. Ja, allemaal. Groen voorziening, dat soort dingen wordt heel vaak gedaan inderdaad. Maar je kan ook nog verder door gaan denken. Als je als buurt jezelf organiseert, omdat je gewoon veel meer de haarvaten van de buurt kent, zeg maar, kun je bepaalde dingen veel beter doen, denk ik. Ja, thuiszorg. Gebiedsplan maken. Maar is dat weer een plan van 30 pagina's die je dan bij jullie moet inleveren voor hoe je dat gaat doen? Of hoe gaat het dan? Ja, nee, maar dat is het bastion en dat is het ambtelijk systeem inderdaad. En dat ik realiseer me wat je zegt en ik denk, ik wil me er ook niet van afmaken, maar dat is wat ik bedoelde. Ik heb ervoor gekozen om niet die bureaucratie me daarmee bezig te houden. Wat niet wegneemt dat als het zover is dat er heel veel ambtenaren, het systeem is wat anders dan de ambtenaren apart, zich dit ook realiseren. En ook weten van dit moet niet zo, dit moet veel makkelijker worden, dit moet veel eenvoudiger worden. Ja. Er wordt nu ook, hetzelfde geldt natuurlijk voor de subsidies. Als je subsidie aanvraagt, bij welk loket moet je zijn? En je wordt 16 keer doorverwezen, et cetera, et cetera, et cetera. Er wordt nu over integrale financiering nagedacht. Er wordt over één loket nagedacht. Gaat langzaam. Maar, dus ik snap wat je zegt hoor. Maar, en ik krijg deze vragen nu sinds een paar maanden natuurlijk heel vaak sinds ik bij de gemeente werk. Ik heb ervoor gekozen om samen met jullie en met de stad te proberen van buiten naar binnen dit soort dingen te veranderen. In plaats van dat ik binnen van die 30, 25 pagina's weet te maken, maar dat moet gewoon heel rigoureus veranderen. Ik kan u vertellen, er zijn nog steeds ambtenaren die ook nog steeds denken, kan het nog moeilijker, hè? Nee, er zijn er even andere over, natuurlijk. Het is niet voor niks dat het blijft bestaan. Ja. Ja.
Ja, het is ook een risicoafdekking. Het is toch, ja. Wat ik door mijn meerdere krijg ik een klap. Hoeveel risico's moet ik afdekken? Hoeveel vinkjes moet ik hebben? Nou, een van de ideeën waar ik nu al een tijdje mee speel en waar is het dat we noemen nu de Liberated Spaces. In Napels hebben ze op een gegeven moment een nieuwe hebben ze, wat zijn dan vastgoed, hè? Dus gemeentelijk vastgoed hebben ze aan de buurt gegeven. En ze hebben ook een nieuwe Law of the Commons, heet dat, in het Engels dan, in het Italiaans, opgezet, zodat er gemeenschappelijk eigendom, dus niet alleen publiek eigendom en privaat eigendom, er is ook gemeenschappelijk common eigendom mogelijk. En die zijn dus in beheer van de buurt gegeven. Grote kloosters, grote en voormalige grote gevangenissen. En dat noemen ze de liberated spaces, de bevrijde ruimtes die door de buurt, buurtorganisaties, maar ook bedrijfjes en ook kunstenaars en culturele groepen in gezamenlijkheid worden beheerd. Met elke week een assemblee, dus er komen een paar honderd mensen bij elkaar die dan volgens allerlei procedees besluiten wat er gaat gebeuren. Liberated Spaces noemen ze dat. Dat wordt nu steeds uitgebreid. Er zijn er 8, maar er komen er nog een aantal bij steeds. Nou, dat idee proberen we ook hier over na te denken. En de wethouder is ook nog geporteerd van dat idee. Hè. Hier heet het, of regelvrije zones, waar al die 30 pagina's misschien hopelijk gereduceerd worden tot 1 of 2. Die ideeën zijn er wel. En dat is omdat het apparaat of degene die verantwoordelijk zijn zich realiseren dat er nog mensen in het apparaat rondlopen die zo denken zoals jij zegt, Mark. Dus het is een heel taaie opgave. Maar juist door dat idee. Ik roep heel vaak, laat het Slotervaartziekenhuis nou eens als voorbeeld nemen. Laten we daar een liberated space van maken. En kijken of we daar met zo min mogelijk. Je moet natuurlijk altijd regels hebben, veiligheid, et cetera, een aantal van die dingen. Maar geef dat aan een groep, aan de buurt of aan een groep actieve mensen of een reeks groepen, laat ik het zo zeggen. En laat die in volgens een bepaald procedé, volgens misschien wel het assemblee of een andere vorm, gezamenlijk beheren. Volgens de eigen, nou, het moet allemaal nog uitgewerkt worden, het zijn ideeën. Maar in die richting willen we gaan werken en dus ook in de praktijk al leren. Want we hebben net gehoord, dus het zijn geen makkelijke processen. Maar dit betekent wel dat je vrijer kunt denken, dat je kunt experimenteren. Dat je ook verder gaat denken dan alleen maar willen wij iets zeggen over wat er wel of niet op het plein komt te staan. Wat ook heel belangrijk is. Maar we kunnen nog veel verder doordenken. We kunnen ook de zorg, de dienstverlening van de stad, zelfs de andere vormen van economie kunnen we op een andere manier organiseren. En dat kunnen we het best doen in een concrete fysieke ruimte. In dat geval is het wel ontzettend jammer dat hier gewoon alles gesloopt is. Maar even nu wat zeggen. Nou ja, want als je het gebouw waar je weg kunt geven en doet er wat moois mee. We hebben nog een garage. Ja. Ja. Je kan het ook met een nieuwbouw doen natuurlijk, want er wordt ook van hoe ga je nieuwe buurten, de havenstad of er komt een nieuwe Eiburg, strandeiland bij. Daar wordt ook over nagedacht, dan gaan we vanaf nul, want daar woont nog niemand, proberen dit soort ideeën te realiseren. Nou ja, dan kan je hier misschien ook, dit is genoeg ruimte om wat te bouwen. Dus. Maar nogmaals, als ik naar dit stadsdeel kijk, dan is er afscheid genomen van een heleboel hoogbouwflats, dan is er afscheid genomen van een heleboel parkeergarages. En aan de andere kant van het spoor wordt afscheid genomen van een heleboel kantoorgebouwen. En als jij dan zegt van nou ja, Slotervaart ziekenhuis, als je er in dat formaat denkt, dat soort gebouwen hebben we hier gehad en staan er nu nog aan de andere kant van het spoor. Ja, dan nemen we die. Maar het is wel een interessante plek om voor Amstel 3, Amstel 3, ja. Daarover. Maar dat is dus al aan het projectontwikkelaars weggegeven. Ja, dat was mijn tweede aansluiten. Waar de gemeente dus een vastgoed of een positie heeft, kunnen ze het doen. Misschien bij zo'n ziekenhuis wel of bij zo'n kerk. Maar daar is het inderdaad, alle plekken zijn van projectontwikkelaars. Voor wie is het ziekenhuis het vastgoed dan duur?
dat is nu een grote vraag, want ze zijn failliet gegaan. De grond is van de gemeente. Ja, dat gaan we doen. En ze zijn failliet gegaan. De bouw is op dit moment in handen van de curator om de schulden af te betalen. Ja, dat is. Maar wat is het taaie dan hier aan, omdat als je zegt van het gebeurt al, dan weet men om en bij hoe dat toe te passen hierop. Maar u zei net van het is die verandering die hier teweeg moet worden gebracht van naar dat systeem is taai, maar in termen van dat de ambtenaren of overheid daar moeilijk in doet of wordt of een rol speelt, dan het model dat al bestaat, kijken hoe je het gelijk hier kan toepassen eigenlijk. Ja, wat ik. Of is het echt veel verschil met wat er nu al gebeurt en wat wij hier zouden willen? Alles is niet één op één toepasbaar. In andere steden gebeurt, in andere landen is niet één op één te vertalen, maar je kan er wel door ideeën wel overnemen. Kijk, taai bedoel ik, dat gaat over het ambtelijk apparaat. Ja. En de rest van de wereld is ook taai, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als, laten we zeggen, wij, onder andere buurt in Slotervaart, of nou, er wonen niet zoveel mensen in Amstelderie, maar maakt niet uit waar dan ook, als die als groep zeggen, wij zouden, en hier helemaal ook als je dan wat zegt, van wij gaan een andere vorm van beheer, van datgene wat er dan wel is, natuurlijk er is veel gesloopt, er is heel veel misgegaan in het verleden, maar we moeten uitgaan van wat er nu nog wel is. Of je gaat iets nieuws bouwen, dat kan ook nog. Of het hoeft niet alleen vastgoed te zijn, het kan ook iets anders zijn, het kunnen ook bestaande bedrijven zijn, je kan andere vormen van economische activiteit, het kan het conferentiecentrum zijn, maar je kan nog veel verder doordenken. Waar het om gaat is dat je met z'n allen zegt van wij willen op een andere manier dingen organiseren die tegemoet komen aan datgene wat de buurt nodig heeft, de mensen in de buurt nodig hebben. En dat is niet, dat is ook groen, maar nou, hier is toevallig veel groen, maar nou ja, goed, maar meer dan in andere delen van de stad. Maar het kan ook werkgelegenheid zijn, het kunnen ook iets schoolonderwijs zijn of wat dan ook. Talentontwikkeling. Nou, ik vind met name in het begin van je verhaal dat je sprak over de geldstromen. Als je over de laatste 20 jaar kijkt welke geldstromen er zijn die dit stadsdeel binnen zijn gekomen. Waarbij ik dan sterk de vraag stel of een willekeurig iemand die in het stadsdeel woont, of die daar feitelijk profijt van heeft gehad. Als je anders gaat denken naar die geldstromen van hoe je dat wil gaan inzetten. En prima, als je zegt van nou Kouwenoord, maken jullie daar zelf maar een plan van, hè? Om daar toevallig dan naar die wijk te kijken. Dan krijg je een andere dynamiek dan de afgelopen 20 jaar, dat er in Brussel heel veel aanvragen zijn gegaan die in mijn perceptie alleen maar gebruikt zijn om flats te slopen en niets te bouwen. En we zitten nu hier in dat we hebben u net beluisterd, we zijn beide raadsleden geweest. En wat u zegt over om te gaan kijken wat de buurt zelf kan doen, zijn ook voorstellen van ons geweest onder andere contract compliance, als bedrijven hier komen werken, dat ze ook de werkloosheid terugdringen door een x aantal jongeren of mensen van de wijk in dienst te nemen, op te leiden of whatever. Die zaken worden wel voorgesteld. Ook de openbare ruimte, de buurthuizen, hoe dat beter ingezet zou kunnen worden. En vervolgens, u bent nu hier. Over volgende verkiezingen is het misschien een ommekeer. En al het beleid dat dus nu zo opgebouwd is, wordt in één keer weer getorpedeerd. En dan wordt het weer uitgevonden en dan beginnen ze weer opnieuw. Nee, staat die all over again. Dat is typerend voor wat gebeurt bij politieke besluiten die genomen worden. Ik vind dat we een verkeerde kant hebben. Ja, klopt. Voor mij juist. En dan gaat mij juist om nu. We hebben nu een ander stadsbestuur, we hebben een andere aanpak. Laten we daar gaan werken. Het kan in de toekomst veranderen, maar laten we daar niet van uitgaan, want anders komen we helemaal van even verder. Ja, dat klopt. Maar ik zeg, wat is de ervaring geweest van de afgelopen periode? Hoe kunnen we dit nu verankeren, dat welk bestuur ook komt, dat dit voortgang blijft hebben? Daar gaan wij ons nu mee helpen. Ja. Met die modellen die al bestaan, gaan we kijken hoe wij dat nu, binnen een bepaalde tijdsbestek,
dat gaan we afspreken met elkaar. Je moet natuurlijk eerst iets neerzetten voordat je het kunt verankeren. Maar dat is een van de belangrijke dingen dat je op de lange termijn denkt. En dat je dingen zo probeert neer te zetten dat ze ook over die baan van de... Dit zou ik zeggen is een positieve waan van de dag, een politieke. Maar het kan ook een paar jaar weer anders zijn als dat is zo. Dus moet je zorgen dat je het verankert. En moet je zoveel mogelijk macht en zeggenschap bij de buurt leggen. Niet bij de politiek, ook niet bij de gemeente, maar bij de buurt. Op basis wel van afspraken van de collectiviteit en de behoeften van de buurt, et cetera, et cetera. En dat moet je op een of andere manier zien vast te leggen. Dat weet ik ook niet. Moeten we samen over, daar wil ik graag over meedenken. Maar dan moeten we met z'n allen moeten we iets neerzetten wat verankerd moet worden. En want dat is er nog niet. Waar ik naar benieuwd ben, is die start van zo'n beweging. Komt het echt dan op dat moment alleen door ondersteuning van bewoners of mensen die willen bijdragen? Want kijk, ik kan me voorstellen dat je komt tegenover die overheid te staan die jou juist zou moeten steunen daarin, maar niet doet. Maar hoe zijn ze gestart dan eigenlijk? Wat was hun kracht? Ja, maar je moet het niet... Kijk, ik wil niet in de positie komen dat ik de gemeente ga verdedigen. Want ik weet ook dat wat er mis is aan de gemeente. Maar het is niet zo, het is niet zwart-wit. Er zitten bij de overheid en er worden nu geprobeerd om heel veel... Ook financieel, maar ook op andere manieren met juridische maatregelen. Stel dat er een law of the common komt, zoals we dat probeer ik verder te krijgen, zoals in Napels. Dat betekent dus dat je als dat lukt, dat je bepaalde, laten we zeggen vastgoed, maar het kan ook een park zijn of wat dan ook, is niet meer bezit van de gemeente, ook niet meer van een particulier bedrijf, is van ons allemaal. Dat moet je op een goede manier regelen. Dat betekent dat ook als er een nieuwe gemeentebestuur komt, is het nog steeds van ons allemaal. Daar wil de overheid, ook de gemeente Amsterdam op dit moment ook over meedenken. Er zitten ook goede en we moeten gewoon die mensen, gezamenlijk die mensen weten te pushen dat we dit soort dingen voor elkaar krijgen. En dan kan je het ook voor lange termijn vastleggen. Is het dan ook strategisch, wat bijvoorbeeld Amstel 3, waar dus echt al het grond weggegeven is aan de projectontwikkelaars, dat je daar met de bouw in de toekomst of met ontwikkeling van gebieden zegt, oké, dit gebied wordt sowieso aan de bewoners of aan een law of the commons, hoe je dat, dus dat ze posities hebben in het gebied. Daar moeten we naartoe. Hè. En het is inderdaad zo dat het de afgelopen 8 jaar onder het vorige college heel veel van dit soort dingen zijn gebeurd en heel veel aan de markt en aan particulieren en projectontwikkelaars is weggegeven. Maar dat is nou eenmaal zo. Dus waar het terug te draaien valt, moet we... Nee, maar wat hier dus gebeurt, je hebt een aantal plekken hier waarvan je kunt zeggen, nou die hebben een publieke functie of een rol. En die zou je bij voorbaat al mee kunnen nemen in dat denken over law of de commons. Ja. Maar dat moet denk ik ook, en dat zou misschien, ik bedenk nu ter plekke, ook in het Right to Challenge kunnen doen. Je zou vanuit de buurt kunnen zeggen, wij kunnen het groenbeheer beter doen. Maar wij willen als buurt dit deel van, laten we zeggen, een park, dit wordt van ons, mag dat. En dan zorgen we ook dat het een beetje schoon blijft of wat dan ook. Ja, de ruimtes rond het metrostation, de pleinen, opvallen dat je zegt, oké, die wordt dan lopen, komt. En dan kun je dus ook als de buurt of de groep die dat tegenwoordig gaat, iets organiseren, onderhoud, noem het allemaal op. Ja, dat is een heel interessante gedachte en daar kunnen we over doordenken. Je komt op een gegeven moment op de uitdaging die net ook even werd genoemd, hoe ga je het beheren en hoe democratisch, hè, want wie bepaalt dan wat, wie bepaalt dan wie wij zijn, zeg maar, wie de gemeenschap is en hoe organiseer je dat moet je goed doordenken en dan moet je ook behoorlijk stevig staan als buurtorganisatie. Maar dat is, daar zou ik graag aan bij willen dragen. Maar kun je iets meer over vertellen? Ja. Over hoe dat dan... Ja, ja, dat is natuurlijk interessant. Nee, maar wat ik wel interessant vind, wat u zegt, is dat, of jij, is dat je pas zegt, oké, we hebben gezamenlijk daar doelen neergezet. Dus je bespreekt dat gebied of die plek of wat dan ook. Daar zijn we het over eens, er zit energie in. Dat leg je vast, ja, hoe rottig dat is om dat vast te leggen. Maar in ieder geval dat je daar een soort afkaart en daarin ook afspraken maakt om dat vanuit de groep te gaan beheren, te verzorgen, noem het maar op. En dat je daar toch een
vorm heb of een organisatievorm voor vind die dat kan aankan. Maar eigenlijk, maar dat is toch eigenlijk wel wat hij ook een beetje zegt. Van het moment dat wij als buurt al hebben kunnen organiseren om over een plek zo na te denken. Wat wij daarmee willen, hoe we het gaan verzorgen. Hoe we, dat moeten we eigenlijk als buurt al doen. En dan kunnen we dat voorstellen, lijkt me toch? En mocht het in een gesprek dat dan mogelijk zijn, dan kunnen we dat gaan doen. Dat ja, maar dat is de eerste stap en dan moet je dat organisatorisch regelen. Mm-hmm. Technisch moet je dat vast gaan leggen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de volk. Want daar zit je dan een beetje op. Want je moet toch een of andere manier een format vinden waarin men zich aan elkaar tot elkaar verhoudt en ja, afspraken maakt. Nee, maar kijk, wat dat betreft, geïnteresseerd zijn in het voorbeeld, in de uitwerking van een voorbeeld van de NAVO's bijvoorbeeld. Want er komen zoveel vragen dat op wil ik, in dit, want ik vind het, het is een fantastisch idee en het roept heel veel vragen op. Ja. Hoeveel vrijwillige tijd stop je erin? Hoe is de verhouding tussen betaalde krachten ergens voor inzetten en vrijwillige krachten? En want misschien zijn er wel verschillende projecten waar verschillende delen van Maar je kunt daar. Ik wil best dus proberen. Dus beginnen met. Ik weet niet of dat vindt, wie merkt de City al lukt, want dat is een heel kort dag, maar ik heb sowieso in gedachten om. En dit is ook voor mij de concrete vraag, hè, want we hebben dit niet echt inhoudelijk voorbereid, dus ik wist ook niet precies wat jullie vragen waren. Maar als ik die heb, kan ik gaan kijken. Of we die mensen kunnen vinden en hier naartoe kunnen halen op een of andere manier om daarover door te praten, gewoon op basis van die hele concrete vraag: hoe organiseer je dat nou? En er zijn ook die assemblées, wat hoeveel mensen doen daar mee? No. Is dat enigszins haalbaar? Maar ik had graag, want we hebben verleden week heel interessante twee voordrachten gehad, ook over hoe je zoiets zou kunnen aanpakken. Vandaar dat ik jou graag vind naar zo'n voorbeeld. Hoe die bewoners dat voor elkaar gekregen hebben, hoe ze het hebben aangepakt. Dat heeft ook vele keer toch moeten juist wel een doel vaststellen, maar niet alles in een plan gieten. Dan ben ik heel nieuwsgierig hoe die mensen dat gedaan hebben. Hebben ze ook proefondervindelijk het gedaan, of was er eerst een heel groot plan en zijn ze toen dat plan gaan uitvoeren? De volgorde weet ik niet. Ik ben een keer bij zo'n bijeenkomst geweest, ook trouwens in Barcelona, dat was weer andersoortig. Maar ze hebben een heel duidelijke vergadermethode die heel goed voorbereid worden van die assemblée. Je hebt een algemene assemblée, dat is elke week. Je hebt specifieke werkgroepen, dus één werkgroep van die assemblée is verantwoordelijk voor het schoonmaak van het gebouw. De andere voor activiteit, ik verzin het nu, maar er zijn een aantal onderdelen die werkgroepen zijn, die gezamenlijk. Daar wordt voor een klein deel iets betaald. Maar in principe is het vrijwillig. Maar dat zijn wel allemaal gebruikers. Dus die hebben dan ook gratis gebruik van de ruimte. Dus dat daar moet je iets voor terug. Maar exact weet ik het niet. Maar dat is voor alle duidelijkheid wat je nu schetst. Dat zijn dus allemaal betrokkenen rondom dat ene object dat zeg maar is overgedragen aan de gemeenschap. Ja. Dat staat midden in de buurt. Dus als je zegt assemblee, dan is dat eigenlijk zeg maar een raad van gebruikers. Of bewoners? Ja, potentiële gebruikers. Dus dat zijn ook omwonenden in de buurt die geïnteresseerd zijn. Want het moet ook heel duidelijk een buurtfunctie hebben. Dus iedereen in de buurt mag er gebruik van maken. Er zijn allerlei bijlessen en dat soort dingen worden gedaan. Er worden cultuurklassen gegeven voor kinderen die daar die minder toegang hebben in. Tot dat soort dingen, omdat ze minder geld hebben in de buurt. Nou, dat soort dingen worden dus veel sociale activiteiten, taallessen, opvang van vluchtelingen. Al dat soort dingen wordt daarin georganiseerd. Het zijn hele grote gebouwen, dus dat kan ook. Ik zou erg geïnteresseerd zijn, in, als je dit verder bestudeert allemaal, of er verschillende categorieën of modellen zijn. Een soort ingroeimodel waar bijvoorbeeld er is een probleem, vluchtelingen, en dat wordt langzaam opgepakt en zo ontstaat er een structuur om het op te lossen na 2-3 jaar. Versus, er komt een structuur, want die is ergens en die wordt ergens ineens geïmplementeerd en mensen gaan die gebruiken, turnkey of the shelf, of dat ook mogelijk is. Dus of je altijd ergens in moet groeien met elkaar, of dat je bij een spreken in één keer kunt zeggen, nou we pakken iets wat ergens werkt en we proberen het uit. En het andere zou ik dan heel interessant vinden, wat voor verschillende modellen zijn er dan inderdaad, als je kijkt op beslis,
of wie er meedoet en welke rollen, dat je dat daar echt verschillende modellen kunnen ontstaan, dat je er 4 of 5 naast elkaar hebt, of die ook speciaal toepasbaar zijn op speciale gebieden. Is zoiets al bekeken op die structurele manier? Ongetwijfeld, maar nog niet door mij samengebracht. Maar dit vind ik wel een hele, want die komt wel vaker terug. Interessant iets om op te pakken en om daar iets omheen te organiseren of te beginnen met te kijken wie daar wat vanaf weet. Ja. Of wie het voorbeeld kunnen geven en dat we daar iets omheen gaan organiseren. En die noemde het die gemeenschappelijke plaatsen, die liberated spaces, is het nu typisch iets wat iemand of een klein groepje zich erg druk over maakt en dat groeit? Dus, of is het zo, er is een space en die wordt bij wijze van spreken door de overheid van jongens, wie wil hier wat mee aan de slag? In Napels is het een, maar elke situatie is weer anders. In Napels is samenloop. Je hebt daar vrij sterke bewegingen in de buurten. Ja. Activisten, zeg maar, in verschillende buurten, maar ook op thema's, bijvoorbeeld met vluchtelingen. Daar zijn ze opvang van vluchtelingen, omdat de rest van Italië dat niet wil, maar Napels wel. En daarnaast is er een progressief stadsbestuur. Ook vergelijkbaar met zoals in Barcelona, die vraag of die vanuit de stad beantwoordt met een law of the commons en met oké, jullie willen iets en wij geven hier jullie die wet, dus die juridische mogelijkheden, en we geven jullie dat gebouw. Dus allebei. Maar goed, wij hebben hier nu allebei. Als hier, zolang als het duurt, is er in ieder geval bereidheid om dit soort dingen een kans te geven. Vanuit de gemeente bedoel ik dan. En als we dus ook nog eens een keer een sterke, en dat hebben we hier bij jullie, een sterke groep vanuit een buurt hebben die met dit soort ideeën komt, dan ja. En dan moeten we verder uitwerken in de zin zoals jij dat zegt natuurlijk. Maar. Ja, we hoeven niet te wachten om mensen hier naartoe te halen, maar pas naar die modellen kijken en hoe ze dat hebben gestart en hoe ze daarin verder zijn gegroeid. Implementatie. Nou ja, goed, maar er zijn bijvoorbeeld, ik zit al heel lang achter die Napels mensen aan, omdat ik daar, maar die hebben alleen alles in het Italiaans opgeschreven. Maar ze spreken wel Engels, dus als we hier, waar we die experts of een van die mensen die dat doet, die Engels kan, die zijn. Ja, nee, ik zou het wel zeggen. Ga je met een lokaal natuurlijk? Ja. Dat is een park zijn wij hebben geadopteerd? Dat weet ik niet. Nee. Omdat er hier binnenkort een park aan zit te komen over de A9. Ja. Nee, ik weet het niet, maar. Nou, dat is hetzelfde waar wij dus mee bezig zijn geweest van de mensen die betrokken zijn bij het Graafse Plas. Er is ook al het voorstel geweest om dat hele park in gemeenschapshanden te krijgen. Omdat er nog wat meningsverschil is over het onderhoud, et cetera. En ook de aanpak die men daar wil doen. En met dat soort plekken, dat zou heel mooi kunnen als je maar voldoende vrijwilligers hebt. Maar dat hoeft dus ook niet alleen vrijwilligers te zijn, maar als je daar met een sociaal doel, denk ik dan wel. Laten we zeggen. Mensen uit de buurt die daar willen schoonmaken of opruimen of beheren of opletten of dat er niks gebeurt, weet ik het. Daar kan ook voor betaald worden, wordt nu namelijk ook voor betaald. Ja. En dat via de Rights of Challenge. Daar ging het, een van de dingen die daar om ging was ook dat de geldstromen die voor het onderhoud ging, dan naar de buurt ging. Dat er wel toezicht zou zijn en controle op de besteding of dat werkelijk een bepaald niveau wordt gehoud. Alleen merkte niet bepaald een groot enthousiasme op dat moment. Omdat het dus van een gemeenschappelijke regeling weer. Het is niet van Amsterdam. Amsterdam heeft dat gedeelte van het park ondergebracht qua bezuinigingen in Groen Amsterland. Kijk, en dat park heeft onderhoud nodig en dat is niet goedkoop.